Damast is een hele bijzondere manier van weven die mij al 32 jaar uitermate boeit. Omdat je namelijk patronen in de stof kunt weven die je alleen ziet als het licht er goed opvalt. En die patronen die zitten dus in het materiaal geweven. Die gaan er ook nooit meer uit. En dat is een uiterst gecompliceerde manier van weven waarbij je hele vakkundige wevers nodig hebt. Je kunt damast weven van allerlei soorten materialen. Zijde damast, katoenen damast, polyester damast tegenwoordig natuurlijk. Vroeger ook wollen damast. En voor tafellinnen gebruik je dus het materiaal linnen. En linnen is afkomstig van de vlasplant die ook in Nederland nog steeds verbouwd wordt. Alle linnenfabrikanten in Nederland zijn weg. Al heel lang, hè, vanaf 1970, 71 sloot de laatste linnenfabrikant zijn poorten. En was er dus gewoon geen mooi linnen damasten tafellaken meer te kopen in Nederland. En op een gegeven moment dacht ik zo rond 2000, dus toen was ik, weet ik veel, 46 of zo. Toen dacht ik, het zou toch leuk zijn als je weer echt mooi nieuw tafellinnen zou kunnen kopen. Dus uiteindelijk kwam ik dus bij de Ierse firma waar ik nu na 15 jaar nog steeds ben. En inmiddels heb ik 10, 12 patronen daar op het weefgetouw staan. En zijn er meer dan 250 verschillende maten tafellakens daar gemaakt voor allerlei klanten. Dit is bijvoorbeeld het patroon met het laatste avondmaal. Dit laat ik weven voor allerlei kerken in Nederland die nog avondmaal aan een tafel vieren. En het is gebaseerd op de grote fresco van Leonardo da Vinci uit Milaan. Waarbij het grappige van damast is dat soms zie je Christus als een man met een donkere huidskleur en wit haar. Maar als het licht dan anders valt, dan zie je dat dat dus wijzigt in dat Christus een blanke man is met donker haar. Hij kan dus zowel een blanke zijn als een zwarte. En uiteindelijk zijn het allemaal dezelfde witte draden die er in dit weefsel zitten. Dit zijn drie dessins van de Nederlandse kunstenaar Chris Le Beau. Hij leefde aan het begin van de 20e eeuw. En dit zijn bijvoorbeeld twee moderne dessins, heel tegengesteld aan elkaar. Dit is Peter Struiken, het dessin Grit. En dit is van Karijn Otjes en dit tafellaken heet Let's Talk. Mijn doel is toch om mensen bewust te maken dat als je gezond wil eten, dat dat goed is om dat van een mooi gedekte tafel te doen. Een mooi gedekte tafel geeft rust, maakt de sfeer fijn, mensen voelen zich welkom, je gaat meer op je gemak eten. Je gaat, ja, het is gewoon de basis van de maaltijd. Ja, en je bewijst het mooiste eer aan het voedsel wat je tot je neemt. Aan een mooi gedekte tafel. Het boek gaat over de tentoonstelling Nederland dineert, die in het Haagse Gemeentemuseum is geweest. Dus ik heb alle tafels gedekt en alle stukken over de damast geschreven. En we beslaan 4 eeuwen tafelcultuur hiermee. Dit is een heel bijzonder schilderij uit de 18e eeuw, waarbij een heel jachttafereel in het tafellaken te zien is. En je kunt echt de fontein zien en de eenhoorn en de vogels die naar de fontein vliegen. En ook het randje is heel herkenbaar voor mij, dat dit soort tafellakens in de 17e eeuw zo echt gemaakt werden. Kijk, Emma, koningin Emma had damast met haar eigen naam erin geweven. Heel feestelijk. Het belangrijkste tafellaken van de 17e eeuw van Paschier Lamartijn. De wever die dit gemaakt heeft en dat zit in de zak, heeft hij zijn initialen geweven. Nou, zo is het een boek vol. Nederland dineert. 4 eeuwen tafelcultuur. Deze is deze. Ja.
Oh ja. Ja. Heb je hier zo dat vlindertje en dat bloemetje wat er zo nog net in komt? Maar dat zonnetje vind ik eigenlijk wel heel grappig, als er nog iets van daar in komt. Ja. Wat ik tegenwoordig steeds vaker aan het doen ben, is dat mensen bij mij komen met de vraag of ik speciaal voor hen één tafellaken wil laten ontwerpen. Dus ik noem dat Unica. En dat zijn patronen speciaal voor één familie, met wat je maar bedenkt. De een wil zeg maar het patroon van zijn servies zou die wel in de tafellaken willen. Iemand anders heeft een familiewapen laten tekenen. En zo heb ik ook een vrouw die heeft heel veel kindertekeningen bewaard van al haar 5 kinderen. En die dacht, dat lijkt me nou geweldig om in de tafellaken te laten weven. En dan gaan we samen om tafel zitten en we zoeken uit welke tekeningen dan geschikt zijn. Kijk, en het krulletje. Als we dat uitdoen en dan gewoon hier zo naar boven dan. Toch, Sunny? Ja, veel. Ja, beter, leuker. En dan zijn we uit dat kleed uit. Ja. Ik vind het gewoon wel heel leuk. Het is gewoon hun leven ook een beetje, wat erop staat. En hoe ze... Uiteindelijk wordt het in de computer een patroontekening aangemaakt. En als dat klaar is, dan sturen we die per e-mail naar Noord-Ierland. En dan gaat Donna die gaat dat patroon dus aanpassen om het geschikt te maken om te weven. Ik heb een weverij gevonden in Noord-Ierland. Ik doe dat zo eens in het jaar, anderhalf jaar ga ik meestal wel een keertje naar ze toe. Ik vind het altijd heel erg leuk om nieuwe dessins met ze door te spreken en te bespreken hoe het gaat en hoe eventueel dingen anders kunnen of misschien soms ook anders moeten van mij. It's transferred quite well. Yeah? Yeah. Okay. So we may need to weave this upside down on the loom height. Where do you see the color? Do you see the color in the background or do you see the color in here in the line? Yeah, the black becomes blue. Yeah. Yeah. Okay. Donna die laat daar weer een weefprogramma op los. En die moet dat dan helemaal controleren of alles wat we denken dat erin moet komen, of dat ook werkelijk dan uit het weefgetouw gaat komen. It's fun at this design. Isn't it really? Huh? Yeah, it's lovely. It's from 5 children. Huh? Yeah, it's good. Check the size. 150 by 250? Mm-hmm. Okay. Okay, so now we're just sending it to the loom. Okay, so that's a great moment. That's where the weaver will pick it up at the loom and be able to weave it. Wow. Mm-hmm. Oh, Sam, it looks great. Great, eh? That's brilliant, yeah. Very good. It's so nice to see the pattern growing. Waar je in weeft moet vochtig zijn, want als je weeft in een te droge ruimte, dan breken er dus ongelooflijk veel draden. Dus zij zorgen er altijd voor dat er genoeg vocht is. Oké, let's see, what does it say? That's a warp crack. Als een draad knapt, dan begint... Gaat er een alarm af en dan gaat de wever de draadjes weer aan elkaar knopen. Oh.
So we're gonna cut the 30 centimeters. Er is één vrouw die werkelijk geweldig op de draad kan knippen. Dat is echt altijd fabelachtig om te zien. But it's very difficult. It is. Yeah. But every time when I have to cut something, I try to do it in your way. How long are you doing this? Over 36 years. Over 36 years, wow. Dit worden allemaal kleine servetjes voor een kerk. Dit is een patroon druivenranken. Dus nu heb ik voor een kerk 20 servetten nodig. En die gaan ze vandaag voor ons maken. Oh, kijk, komt er nu al goed af. Wauw. It looks really nice. Zoals Linne toch onmiddellijk kreukelt, hè? The creases come immediately, hè? I think this looks brilliant. Really. Do you like the scale? Yeah, I like the scale very much. I think it's a very nice scale. You can read this quite well. Yes. Ze zijn het nu aan het strijken, of eigenlijk niet aan het strijken, maar aan het persen. En dan zijn alle kreukels er weer uit die er door al het weven en het knippen en het naaien ingekomen zijn. Smiley face. Well, it's good. Eh? Okay. Yeah. Thank you very, very much. You're welcome. It was nice to see you again. Yes, it was nice to see you again. Okay. Het is klaar. Ja, het is echt zo ongelooflijk leuk geworden. Ik ben zo tevreden. En het is heel bijzonder dat we het in blauw hebben geweven, zodat het patroon heel goed zichtbaar is. En nu gaat dit naar de klant en dan gaan ze zeggen of ze het goed vinden. En daarna gaan we het dan echt in het wit weven. Dus dit is een proefweefsel. Mooi strikje eromheen. Dat krijgt al het linnengoed altijd. Ik ben heel trots en tevreden.